Goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Je mag altijd abonneren hier op mijn channel. Dat is altijd mooi meegenomen. Jawel, dames en heren. Ik ga mee aandoen om te gaan te werken. Ja, dat moet ook gebeuren, hè. Mijn verlof staat er weer al op van gisteren. Wat allemaal zo snel moet gaan, hè. En dat de realiteit dan zo snel weer al terug is. Ja. Shit happens. Shit happens. Wat ik nu ga doen, dat is mijn PC opstarten. Jippeketterie. Toppie. Dan kan ik nog de vlog gaan uploaden. Ja. Ja, dat staat. Ja, en ik blijf erbij, er zijn redelijk wat te veranderingen aan te komen bij Psycho TV. Ik ga me rustig om een gemakje klaarmaken. En dan, ja, zie wat kan er. Ze biedt weer op. Nu ga ik eens even ook aan mijn ontbijt beginnen. Terwijl is de vlog aan het uploaden. Maar kom maar tot een herinnering. Ik heb die vlog gewoon niet geüpload. Oh jawel. Ik heb dat vooral geüpload, dus ik ga deze moeten annuleren. Ja, want ik heb hem al geüpload. F5. Tuske, geweldig dat die bestaat. Een refresh toets. Bewerken, ja. En verwijderen, natuurlijk. Ja, verwijderen. Bye, sorry. Voilà, met deze. Ik ga nu nog heel rustig. Ik heb nog 8 minuutjes eten en dan vertrekken. Barbra Streisand. Juist een ongeval gezien. Ja, ik heb daar de eerste hulp toegediend dat nodig was. Dus je bent verplicht als er een ongeval gebeurt ook te stoppen en ook de eerste hulp toe te dienen. Dat heb ik ook nu gedaan. De omstanders gevraagd voor de politie te bellen, de ambulance te bellen. Want er was ook nog een oude man erbij. Maar ik heb geen namen vernoemen. Omhoog voor die miserie wil ik hun besparen. Dus het was wel een hele erg ongeval. Die lag wel echt op zijn zee door een klapband. Hoe het is gebeurd, dat heb ik ook niet gevraagd. Man. Wel, wat heb ik vandaag gedaan in Globachem? Bestikkerd. Dus zowel de voorkant als de achterkant. Bestikkerd, zelfs de kleine stickertjes erop geplakt. En ze konden mij nog niet volgen. Toppie. Dat is echt al genoeg al voor mijn nieuwe job. Dus dat ik mijn tempo al heb opgekrikt. Mooi. En nu rijdt er nog een bus voor mij. Morgenstond heeft goud in de mond. De morgenstond at pandora.be. Dat is hun e-mailadres. Als je een busmaatschappij wilt huren, voilà, bij deze. De morgen at pandora.be. Zo, ik heb heerlijk gegeten bij mijn ouders. En ik heb nog iets nieuws meegekregen van mijn papa. Heel veel bedankt, papa. Dat is deze maletje. Dat voor mij te nemen naar het werk toe, dan moet ik niet meer mijn grote rugzak meenemen. Daar ben ik wel blij om.
en ook de goede gear krijgen, dat ik hier ook geen ongevalkens kan krijgen of veroorzaken. En mensen, een voetpad is geen fietspad. Ik zag daar juist een fietser op het voetpad rijden. Het roze of het rode gedeelte is voor de fietsers. En het grijs gedeelte is voor de voetgangers. Voilà, weer een verkeerslessen bijgekregen voor jullie. En dan ook nog een tip. Heb je rode lichten? En als die aan deze kant staan, aan uw rechterkant, ja, ik moet ze even zo schrijven, ik heb nog altijd zo wat moeite met links en rechts. Als die aan de rechterkant staat, zit je verplicht, ook als voetganger, te wachten tot het groen licht is. Ja, ja. Dus de rode licht staat momenteel langs de voetpad, dus de voetgangers hebben ook redenen om te wachten. En dat doen er ook heel weinig, waardoor dat er ook al redelijk wat dodelijke ongevallen hier op deze kruippunt is al gebeurd. Bij deze, dan weten jullie dat ook. Ik ben nu naar mijn appartementje aan het rijden. Met ook natuurlijk het foute muziek. Allee, tot zelfs. Yo! Ja, ik lig hier gewoon lekker lui op de zetel. Dat mag toch ook wel eens zijn na een leuke lange werkdag. Maar de werkdag is wel eigenlijk heel rap omgevlogen. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Dan heb ik ook nog het ongeval daar even mee geholpen. Ik heb dus de beelden niet gemaakt. Dus nogmaals, ik wil het leed van die mensen niet al helemaal filmen. Punt. Dat is een klein beetje respect tonen naar de andere mensen toe. Punt. Deze gaat hier nu rusten. Het is zwaar bewolkt buiten. Kijk maar. Kijk maar. Ik weet niet als het goed gefocust is. Wat ik wel zelfs nog ga doen, is deze vlog ook nog wel in elkaar steken. En de vraag voor vandaag ook nog even goed nadenken welke vraag dat ik vandaag ga stellen aan jullie voor te reageren. Echt waar, ik doe het echt heel graag hoor. De reacties lezen op mijn vragen. Oh ja, dat is echt... Oh. Hopelijk wordt het echt beantwoord. En zitten er ook wel leuke antwoorden tussen. Ik kan eens lezen tijdens de reactiemoment. Reactievoorleesmoment. En dan denk je... wat voor vraag? Wel, ja. Als je naar school gaat... wacht. Zowel voor de kinderen als voor de volwassenen die kijken. Met hoeveel uren slaap hebben jullie echt genoeg? Ik heb genoeg met 6 uren slaap. Dat geef ik eerlijk toe. 6 uren slaap is voor mij dan meer dan genoeg. Dan heb ik al goed gerust. Maar dan moet ik wel zoals 's avonds nog wel zoals even een powernapje doen. Van een kwartierke of een half uurke. Nooit langer doe ik dan mijn ogen toe. En dan heb ik mijn powernapje gehad. En dan kan ik weer al even er tegenaan gaan. Vroeger sliep ik maar 2-3 uurtjes in een weekend. Als ik op een LAN-party was. Omwille van ik wou niet zoveel missen van een gaming-evenement. Dus... Nu is het dus echt een vraag aan jullie. Hoe lang slapen jullie? Is het meer dan 8 uur? Of is het minder dan 8 uur? Hebben jullie ook jullie slaap nodig? Ja of nee? Dat is toch wel een hele mooie vraag. Vind ik toch van mijn eigen. Oh, jawel. Dus, dan weten jullie het. Laat het hieronder in de reactie weten. En ik lees het wel. Maar
Ik zit hier ook met thuis met één heel groot probleem. Die probleem is die computerkast. Die computerkast. Ik heb jullie laten zien. Ik zal wel even opstaan. Niet te rap, want ik ben de laatste tijd ook heel rap thuis liggen. Als ik zo even heb gelegen en ik sta terug recht, voel ik me soms zo wat duizelig. Beneden is aan het zakken. Hoho. Ziet, ik kan er even nu niet meer op, omwille van het is defect. Ik ben nu aan het kijken. Ik weet al wat eraan is. Mijn videokaart is... Ja, kijk, dus ik ben hier dus nu op mijn slaapkamer beland. Ik slaap niet met mijn kleren aan. Ik ga dat zelfs wel uit doen. Maar ja, ik laat altijd mijn t-shirt wel aan. Dat wel. Dus ja, ik wou niet jullie naakt aanspreken. Nee, het is toch niet redelijk laat. Ik lig gewoon al wat te rusten in mijn bedje. Ik heb nu toch niks meer te doen. Ja, ik hoop dat jullie de vraag gaan van vandaag nog gaan beantwoorden. Ik hoop het. Ik hoop het zo ontzettend. En ik hoop dat ook mijn PC, waar die ook defect op staat, ook zo snel mogelijk wordt hersteld. Ik ben daar momenteel echt heel zwaar mee bezig. Ook ben ik heel zwaar aan het werken voor YouTube. Wat er de veranderingen zitten aan te komen, kan ik jammer genoeg nog niet zeggen. Ik moet dat nog geheim houden. En je weet het. Jullie weten het. Dat dat bij mij, aan mijn kant, zeer moeilijk is een geheim te... Ja, niet te verklappen. Dat wil zeggen. Ik heb zoveel goesting om te zeggen van... Ja, dat gaat er gebeuren, of dat gaat er gebeuren, of dat gaat er gebeuren. Oh, of dat verdwijnt, of dat verdwijnt. Of dat is nieuw, of dat is nieuw. Nee, mensen. Dat ga ik dus deze keer eens niet doen. Ik ga deze keer echt wijselijk mijn mond houden. Je ziet, ik kan dat heel goed, hè. Wijselijk mijn mond houden. Ah, dus. Ja, ik kan toch niet eeuwen gewoon mijn... Niet praten, hè. Of anders wordt het ook maar een saaie vlog. Godverdomme, ik ben aan het stotteren. Dat heb ik ook wel de laatste tijd veel, dat ik aan het stotteren ben. En dus niks aan de mensen toe die stotteren. Ik vind dat... Chapeau dat de mensen daarmee overweg kunnen. Ja, je moet denken, het is ook maar een gewone mens, ook met zijn plus- en minpunten. Ik heb ook mijn plus- en mijn minpunten, mensen. En daar probeer ik ook wel mee te leven. Dus van mijn minpunten probeer ik ook wel iets altijd goed van te maken. Als Chris of zo zeggen, kijk Dimitri, dat kun je toch wel beter doen. Of dat is niet goed, of je zit verkeerd bezig, of... Ja, van alles. Ja, ik ben moe, mensen. Dus ik ga jullie laten. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Je mocht dat altijd. Dat is altijd mooi meegenomen, mensen. Als een leuke abonneeke erbij. Kan ik, wel, mensen. Elke nieuwe abonnee die nu gaat komen op mijn channel, ga ik ook, ja, dat is wel een dag later of twee dagen later, verwelkomen in mijn vlog. Ja, dat ga ik dus ook deze keer doen. Elke nieuwe abonnee. Ja, dus niet als er in één keer met, als ik op een dag begin te stijgen met 30, 40 abonnees per dag, ja, dan kan ik dat wel niet meer doen. Omhoog van, dan ga ik wel een half uur tijd al voor nodig hebben van, welkom Sven, welkom Joachim, welkom Diebrecht, welkom de Paus, welkom noem maar op, de Koning, welkom Diederik. En dan moet ik dat zo continu gaan zeggen, of welkom, ik heb ook meisjes, daar kunnen ook meisjes naar mij kijken, dus bijvoorbeeld welkom Chris, welkom...
Evelien, welkom. Eileen, welkom. Kim, welkom. Marleen, Cindy. Daar ben ik heel lang mee bezig. Maar als het onder de 10 blijft per dag, maar altijd meer hoor, dus jullie zijn altijd welkom, ga ik jullie altijd verwelkomen. Dus, toch wel iets heel moois meegenomen. Dus als je abonneert, dan kan ik u ook verwelkomen. Dan weet ik ook integraal ook wie naar mij kijkt en al. Dat is ook altijd wat leuker en al. Kijk, dus welke categorie dat ik met de kijkers bezig ben, dan kan ik ook misschien eens iets extremes gaan doen. Bijvoorbeeld als ik toch redelijke oudere kijkers heb. Of bijvoorbeeld als er kinderen bij zitten te kijken, dan moet ik ook sowieso letten wat ik ook film en wat ik ook ga doen. Sowieso. Sowieso. Maar als er echt volwassenen is komen kijken, ja, dan moet ik ook nog wel kijken wat ik film en al dat ik ook geen stommiteit of film. Dan weten jullie dat. Goed? Oké. Heel veel bedankt om ook nog een deel uit te maken van mijn leven. Dat was er juist allemaal voor te abonneren. Wat ik wou doen ook nog met de abonnees. En ja, dan zie ik jullie allemaal volgende week, wou ik zeggen. Volgende dag terug. Dus tot morgen. Ciao.